We gaan door naar het volgende onderdeel, we gaan naar de schietbaan. Dus we gaan nu de schiettoets doen. We zijn nu op de schietbaan. En we gaan zo direct gaan we de schiettoets gaan we doen. Ja, met Nutsli. Dat is ook alweer eventjes terug, hè, als het goed is. Ja, ja even als het goed is. Als de rest, ja. En, maar we gaan eerst even wat inschieten. Gewoon nog even wat oefenvormen. Weer gewoon oefenen los. Het is toch wel weer even fijn om, denk ik, om weer eventjes gewoon in te komen. Ja. Want het is ook, ja, dus zeg maar, ja, niet niks. We gaan toch met het vuurwapen om. We moeten wel weer even kijken of je nog veilig handelt. Of je alles nog een beetje terug kan halen. Ja. Nou ja, en zo gauw dat lekker gaat, gaan we jij meteen de schiettoets doen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Zet hem op. Cool. Ja, mag je bergen. Okay. Goed klaarstaan. Dat is hem. Ah, die was scheef. Hij was ook heel snel. Ja? Oh, echt waar? En het was boem. Dus je stond eigenlijk nog niet eens stil. Het mooiste is... Boom. Dan bam. Zie je, ja. Daar zit net een halve seconde tussen. Okay. Maar die gaat er misschien net voor zorgen dat hij wel in de romp ergens komt, hè? Oké, ja. Ja. Okay? Ging al beter. Klep los. Ietsje meer de tijd nemen. Ja. Narichten, scannen. Yes. Best oké, okay, ja, toch? Zullen we dichter... Ja, kom, dichter we gaan even kijken. Wat verwacht je? Je hebt het al gezien nu. Ja. Ja, ja, dit was de eerste volgens mij. Ja, dit was de allereerste. Was heel erg snel. Ja. De andere schoten die wat sneller waren zaten echt aan de zijkant. Maar op een gegeven moment gingen we raken daar op de borst. Dus dat was, ja. Was goed. Ja. Precies. Nou, we doen best nog één houden. We doen straks nog één houden op fluit CL. Ja. Alleen het eerste schot is op het linker mannetje en het tweede schot is op het rechter. Dus je krijgt dus één uitstappen, schiet. Juist. Oké, okay, ja. Cool. Maar ben je hier al tevreden mee? Nou, op zich wel, toch? Ik bedoel, ik heb echt al heel lang niet meer geschoten en al helemaal niet met een politiewapen. Dus ja, op zich nog best oké. Okay. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel keer ik heb geschoten, maar als je er daarvan vier mist en zoveel wel raak schiet... Best oké, okay, toch? Voor een burger, hè? Tegenwoordig. Ik dacht dat ze misschien een paar van mijn hemel trekken. Oké, dat is super leuk. Meenemen.
Dat is echt leuk. Een heel veel succes. Zet White. Yes. Waar gaan wij nu? We gaan naar Vlierbos Dree. Ja. Dat is Amsterdam Zuidoost. Ja. Umit, die neemt ons mee. En dan gaan we gewoon naar buiten. En kijken welke meldingen er zijn. Kijken wat we proactief kunnen doen. En eerst een hapje eten natuurlijk. Eerst een hapje eten. We gaan even spullen pakken om te klaarmaken. Richting het andere bureau. Kijk, we gaan ons nu klaarmaken om naar de Vlierbos Dree te gaan. Ja. Nou, je hebt de sleutels gepakt. Ik heb honger. We hebben honger, Dwight is er ready voor. En het gaat ons de weg leiden. Sowieso de navigatie. En Jasmina is een beetje gebombardeerd tot pakezel. Ja, klopt. Ik ben jullie pakezel vandaag. Waar is weer? Onthoud alles. Java buurt, Java straat. Dat moet ik nog dit maken, maar collega's SDO tegenover de Zeepark, dat wijkje. Er zit een paar gasten op een bankje die. We zijn nu een aantal uur buiten en het is eigenlijk nog heel rustig. We hebben nog niet echt een melding gehad. Dat is natuurlijk gunstig voor de, ja, voor de stad, maar wel een beetje jammer voor ons vlog. En dat is jullie misschien ook al opgevallen, ik moest mijn plek vooraf instaan, hè? Met Notje wilde ik er voor in zitten. Ja, nee, een grapje, ik heb zelf aangebouwd. Maar we kregen niet echt een melding. We hoorden net een melding dat er een situatie is bij de... Wat was het? Keizersgracht. En iemand zou zich ophouden in een chemisch toilet. Was ja, dat gedaan? Ja, verdachte situatie. Verdachte situatie. Heel apart. Hi. Nou, als ik hier een plek ga zoeken waar jullie dit tegenkomen. Hallo, maar, dan doe je het goed als je ons niet tegenkomt. Ja. Somebody give us a little bit of vodka. Drink down the alles en dat. Oké, nou. Okay, ja, dat was het. Dat valt allemaal gelukkig mee. Ja, take care. Enjoy your day. Wow. Ja, jij de laatste keer dan? Ja, oké dan. Hey, see you guys next year. Yay. Okay, bye. Bye. Wat hoeven daar? We gaan gewoon lekker mijn ding doen. Punt vanavond. Ja, denk het wel. Ja, hè? Ja, man. En dat was het. Dus heel jammer. Maar ik heb echt een superleuke dag gehad. Dus ik ga me weer omkleden in mijn normale kloofje van vandaag. En dan ben ik geen agent meer.